Buurtvereniging Breestraat bestaat 50 jaar. Vandaag sluiten zij hier in Café Zadenbakker het feestelijk jaar af met de presentatie van een boek. Door een gewijzigd programma komt eerst burgemeester Boy Zwarte aan het woord. Beste mensen, proficiat met jullie verjaardag vanavond als buurtvereniging. Maar ik ben ook heel bijzonder gekomen voor een tweetal mensen. En die zou ik graag even naar boven willen hier op het podium. En ze hebben er een prachtig bankje voor neergezet. Dus wat dat betreft kunnen ze daar plaatsnemen. Mag ik naar boven hebben Toos Bijsens Lemmers. Welkom. Ga eens lekker zitten. Is je man ook hier? Ja, waar is Piet? Piet, kom ook eens even naar boven. Piet, goedenavond. Ga eens lekker naar vrouw op de bank zitten. Gezellig, ja, ben je gewend? Gezellig, hè? Dames en heren, hier zitten twee mensen op de bank die voor onze gemeenschap in Hogeloon heel veel doen. In alle bescheidenheid, zoals ze zijn. Maar toch, achter de schermen, ontzettend veel werk verricht. En al een hele lange tijd. Ik heb me wat informatie laten doen toekomen. En, maar ja, ik pik er gewoon wat uit, want eigenlijk is het gewoon te veel om allemaal op te noemen. Maar volgens mij al ruim 30 jaar actief bij de buurtvereniging en vooral in de kerststalgroep. Bij het 4 mei-comité, ook actief erbij. Elk jaar de dodenherdenking, die toch in Hogeloon altijd een heel bijzonder cachet geeft, vind ik altijd. Heel ceremonieel, heel plechtig. Mooie herdenking altijd. Dan Stichting Het Loons Heem. Jullie hebben geholpen bij het ontwerpen en maken van het herinneringstekens van het Stichting Het Loons Heem. En dan ook het bestuur van de KVO in Hogeloon. Maar daar ben je ook zeer bij actief. Al 42 jaar zie ik hier staan. En uiteraard heb je dan de technische vernuft van Piet bij je, die je daar altijd wel bij ondersteunt en bij helpt. En dan komen we automatisch al bij de parochie. De parochie van de heilige apostelen Petrus en Paulus. Waarbij je toch al vanaf 1975 zie ik er staan, actief vrijwilliger. Hulp bij de open monumentenwacht. Koffie schenken bij de zaterdagviering. Maar ook binnen de buurtvereniging zelf hier in de Breestraat. Toos, daar ben je ongeveer 20 jaar bestuurslid geweest. En vanaf 1998 penningmeester. Nou, beste mensen, ik denk dat ze sowieso allebei een dik en warm applaus van u verdienen. Maar ik dacht, weet je wat we gaan doen? We gaan zowel Toos als Piet gaan wij verrassen met de gemeentelijke onderscheiding. De onderscheiding voor vrijwilligers, waarbij we zeer erkentelijk zijn voor wat jullie doen en gedaan hebben hier in deze buurtvereniging en dus eigenlijk in de hele gemeenschap van Hogeloon. En daar hoort een bijbehorende versiersel bij, zal ik het noemen. Oud-voorzitter Martin Kanters presenteert het boek Een Gouden Buurt, waaraan bijna ieder gezin een bijdrage geleverd heeft. En ik weet zeker dat iedereen met dit boek plezier gaat lezen en laat het iedereen lezen. Er is enorm veel werk verzet door de werkgroep en het resultaat is een hartstikke mooi boek over 50 jaar geschiedenis. Jazeker, bij ons uit de buurt, bij ons uit de straat, een gouden boek. Mogen jong en oud iets terugvinden van hoe het vroeger was. Hij biedt het boek aan de gemeente Bladel, de sponsors, de Gooskes Houtgroep en Rabobank de Kempen.
Beste mensen, het gewicht alleen al is de moeite waard, hè, want het weegt echt. Hè. Er zit dus een hele hoop geschiedenis in, een hele hoop historieën. En hartelijke dank voor de eerste exemplaar. En natuurlijk een welkom aan de leden van de boekcommissie. En ik vind dat ik die toch heel gerust even apart mag noemen. Toos Bijzes, Rian Kasteleins, Anne en Margot Zuntjes en Carla en Jan Vriet worden geprezen voor het vele werk dat zij aan de totstandkoming van het boek besteed hebben. Jan. Een vraagje aan Jan Vriet. Jan, hoe zijn jullie ertoe gekomen om een boek uit te brengen over de Breestraat? In de zomer van 2012 heeft het bestuur van de buurtvereniging besloten een boek uit te brengen. En zijn wij met een paar man benaderd om een en ander in goede banen te leiden. De bedoeling was dat iedereen in de buurt zelf een stukje aan zou leveren over zijn huis en zijn omstandigheden. En dat dat naderhand verwerkt zou worden in het boek. Anne, nou hoor ik van Jan dat de mensen zelf een stukje aan moesten leveren. Heeft dat goed gelopen of hoe is dat gegaan? Nou, in het begin wou dat niet zo goed vlotten. Toen hebben alle bewoners een stencil thuis gekregen met een paar vragen erop. En die hebben zij beantwoord, maar toen was het nog geen verhaal voor in het boek. Dus toen hebben wij met onze werkgroep hebben wij al die informatie verwerkt tot een verhaal. Zodat wij van ieder adres een eigen verhaal hadden. En dat maakt het eigenlijk wel heel interessant en ook heel afwisselend. Tante Riek, nou heb ik gezien dat jij net een boek gehaald hebt. Wat vind je ervan? Nou, ik vind het een geweldig mooi boek en ontzettend veel werk aan gedaan. Eén ding vind ik heel erg jammer. Onze Kees heeft de buurt mee opgericht. En heel erg jammer vind ik het dat je het niet meer mee mag maken deze gouden jaar. Janne Scherts, een vraag aan jou. Heb je ook nog een bijdrage geleverd aan het boek? Zeker weten. En ook aan het schrijven ook. Want ze zijn bij mij geweest om te vragen wat dat allemaal was. En toen kwamen ze erachter van wie de huis eigenlijk was geweest. En dat was vroeger van Heugelingen geweest. En die heeft er vast van gekocht. En toen kwamen ze en toen zeiden ze, en dit, wat vind je dit? Ik zeg, die had ik mooi, maar ik heb twee geschilderden. Voor. En hier is de schoeder en daar zijn twee kemiezen. Hé, hey, maar kun jij mij eens voor de camera laten zien welke huis dat was, Jannes? En dat was Jannes de ouders huis. Ja. We staan hier bij de oude kaart van 1936. Chef, waar woonde jij nou op het moment en wat is er een beetje veranderd in jouw omgeving? Nou, er is best veel veranderd. Er zijn onder andere, ik woon nou hier, er tegenover. Hier woont Piet Bijzes. Langs Piet Bijzes was vroeger Arnold van Huijen. Een zandpad, die liep het dekker in sinds ze dan. Dan zie je hier allemaal van die smal ribjes van land liggen. Maar dat je ook een reden dat die allemaal smal ribjes zijn. Er waren vroeger twee of drie percelen geweest. Maar als je dan grotere gezinnen had, er meerdere kinder boeren worden. Die worden dan, de grond moet dan een beetje eerlijk verdeeld worden. En dan denk je bijvoorbeeld, ik noem maar iets voorbeeld aan hier. Die vijf repen bij elkaar was in een ekker. Die worden dan gewoon in vijf gelijke stukken verdeeld. En dan alle kinder gaan dan een stukje grond doorleggen. Oké, okay, hey, ja. Dankjewel, chef.